Voorzitter, en dan ga je iets vertellen wat je wil vertellen. Goed, het woord is aan de minister. Het kabinet stelt voor om de minimumleeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken te verlagen van 18 naar 16 jaar.
Jongeren boven de 16 zijn oud en wijs genoeg om te bepalen of ze wel of niet drinken. Nou, wil de staatssecretaris misschien nog iets toevoegen? Mag nog niet? Nee. Okay. Goed, dan gaan wij met elkaar over dit voorstel debatteren. We hebben nu allemaal door wat het voorstel was. En we beginnen met de grootste oppositiepartij, de Burgerpartij, dat is dat, onder leiding van Panchito. Het woord is dus aan Panchito. Luister allemaal goed naar wat hij heeft te vertellen. En als je een vraag wil stellen aan hem, loop even naar de microfoon in het midden. Dat mag het uit. Dan mag iedereen, hoef je niet de woordvoerder voor te zijn. Goed, het woord is aan Panchito. Bedankt meneer de voorzitter. Ik heb even besloten dat als je 16 jaar bent, je zelf de beslissing kan nemen om drank te mogen halen. En je bent verantwoordelijk voor je eigen daden die je doet. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, als wij jongeren van 16 jaar ons drank en tabak zelf mogen halen, hoe gaan wij dan voorkomen dat er minder coma wordt gezopen? Je weet wel wanneer tot waar je moet drinken. Dus als je dronken bent, dan ga ik ervan uit dat je niet verder zou kunnen gaan. Als je te dronken bent en gewoon door blijft drinken, dan ben je wel heel erg dom. Ja, dat is best ervoor. Ja, nou, heb je bestand of zo? Ik niet. Zo debatteren we niet in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk überhaupt al iets moeten dat tegen mij zeggen. Eerst van, voorzitter, heeft zij dan geen verstand? Zo moet je het eigenlijk brengen. Maar wat ook wel belangrijk is, is dat je elkaar gewoon een beetje aardig benadert. En als iemand iets zegt waar je niet mee eens bent, moet je duidelijk maken waarom je het niet mee eens bent. Dan moet je natuurlijk niet gaan roepen van, heb je geen verstand? Laten we ook even naar luisteren. Gaat gaan. Wat ga je doen? Dankjewel, voorzitter. We hebben besloten dat het dat je niet echt kan verdienen omdat het toch wel gebeurt en ieder kind experimenteert over iets. En ja, je kind kan houden, dat is maar een vraag. Of je ouders dat leeghouden, kinderen houden is ook maar een vraag. Als je iets wilt, dan moet je het gewoon. Mag daarop reageren? Je zit nog op school, dus dan ben je ook niet meer. Oké, is er nog een vervolgvraag? Nee. Hij komt nog een vraag voor. Zijn er bakken die laten doen om te weten? Het is schadelijk. Ja, het is schadelijk. En als het echt daadwerkelijk schadelijk zou zijn, wat is dan het beste wat je er tegen zou kunnen doen? Want jongeren doen het toch wel. Dus? Daar ben ik